Hondenpoep is nog steeds een bron van ergernis in Tiel. Daarom wil de gemeente de komende tijd een groep hardleerse hondenbezitters aanpakken. Op enkele plekken wordt buiten kantoortijden en ook in burger gecontroleerd. Dit doen ze omdat de handhavers van de AVRI merken dat het steeds lastiger is om foute hondenbezitters op heterdaad te betrappen. De controles concentreren zich op tijdstippen waarop veel honden worden uitgelaten. Mensen die zich niet aan de opruimplicht houden, kunnen direct op een bekeuring rekenen. Hart van Tiel heeft verschillende plannen gemaakt om de binnenstad te verfraaien. Het idee is om op gevels teksten en gedichten aan te brengen. Op de gevel bij Van D. in de Weerstraat is de eerste aangebracht. Een gedicht van stadsdichter Sven Ariaans. Het begint met een paar verdroogde blaadjes, maar wie niet op tijd ingrijpt, heeft in een korte tijd een bruine, dorre haar in zijn tuin. De buskersmot slaat toe in Rivierenland. In Tiel en Echteld zorgt de buskersmot dit jaar voor veel ellende. Waar de buskersmot in Rivierenland precies vandaan komt, is niet duidelijk. Doordat de mot zich jaarlijks 3 tot 4 keer voorplant, kan zijn aanwezigheid in de tuin snel tot aftakeling van alle buksestruiken leiden. Vanwege de verhuizing naar het nieuwe cultuurgebouw Zinder is de bibliotheek in Tiel van 7 tot en met 27 augustus gesloten. Op maandag 28 augustus is de heropening. Tijdens de verhuizing worden er staattafels voor het nieuwe gebouw geplaatst, waar mensen een krantje kunnen lezen en de inrichting van het gebouw kunnen volgen. Een waken voor de 20.000 verbrande varkens in Ierichem. Met deze actie wilde de gemeenschap de dieren herdenken. Na een korte toespraak werden er bloemen gelegd en een minuut stilte gehouden. Petra Spoor van Burning Souls meldde: "We willen met onze actie aandacht vragen voor het leed wat deze varkens is overkomen." De organisatie van het Fruitcorso begint deze week met een wervingsactie onder het motto Corso Vriendjes voor 2 tientjes. Voor 20 euro kunnen particulieren dan vriend worden van het Fruitcorso. Het is bedoeld om de organisatie van het Corso wat lucht te geven. De organisatie zit al jaren in financieel zwaar weer. De baten kunnen op dit moment de stijgende kosten niet dekken, stelt Stichting Vier Stromenland. De organisatie waarschuwt al een paar jaar dat de bodem van de kas in zicht is. Tielenaar Vincenzo staat in de Nederlandse top 40. De zanger die derde werd bij The Voice of Holland staat onder contract van het label van voice coach Ali B. en heeft zijn nieuwe single onder andere al laten horen bij RTL Late Night en op de Nijmeegse Vierdaagse. Succes bij streamingsdiensten en de radio leveren hem nu de hitnotering op. De videoclip van zijn hit hebben we deze week ook opgenomen in onze programmering. Tot zover deze RegioFlits zomereditie. De volledige versie is weer te zien vanaf half september. Mijn naam is Gijs Peters. Graag tot de volgende aflevering van RegioFlits zomereditie.